En je ziet ook dat ze allemaal oranje stipjes op haar benen had. En die had ze 's nachts op haar been gezet. En toen vroeg ik wat het voorstelde en toen zei ze dat dat de coronagerms waren. Het coronavirus heeft ons leven in korte tijd op zijn kop gezet. Om dit ingrijpende tijdperk op beeld vast te leggen, zijn 7 fotografen de straat opgegaan. De foto's zijn sinds zaterdag te zien in de tentoonstelling Capturing Corona. Het doel is om eigenlijk even terug te kijken op de afgelopen periode, die heel, voor iedereen heel intens was en heel, ja, heel specifiek. En het gekke is dat je, als je naar de foto's kijkt, dat je al wel weer ziet dat het een tijdje geleden is. Dat bijvoorbeeld de angst is minder. Of de totale leegte van de eerste maanden was natuurlijk echt anders. Het overkwam ons echt. En nu zijn we daar al iets meer aan gewend en kunnen we ons daartoe verhouden. Maar juist nu is het belangrijk dat ook kunstenaars en eigenlijk meer het persoonlijke verhaal van mensen verteld wordt. Van hoe ervaar je dat? En dat je daarop kan reflecteren. Fotografe Nadine Steins heeft voor haar serie haar dochtertje gefotografeerd, die op bijzondere plekken vertier vond. Dit is eigenlijk een soort van een wandeling door de stad, gezien eigenlijk een plekken die zij als een soort van speeltuin gebruikt, die niet als zodanig bedoeld zijn. We zijn eigenlijk achteraf straatjes in het centrum gaan opzoeken waar minder mensen waren, maar ook plekken die van een economische functionaliteit of ondaan zijn, zoals bijvoorbeeld wat je ziet, de binnenplaats van een hotel of station Holland Spoor. En dan zie je gewoon dat ze de openbare ruimte op een andere manier gebruikten waar die voor bedoeld is. Dit beeld is eigenlijk wel heel, vind ik wel heel tekenend voor hoe zij op het einde een beetje die lockdown beleefde. Ze had er wel echt genoeg van, omdat ze natuurlijk geen andere kinderen zag. Maar je ziet dat ze een beetje verwilderd is, dat haar zit tot voor haar ogen. En ik denk ook als een soort van stille vorm van protest is ze de laatste weken ook haar kleding gaan uittrekken en liep ze de hele tijd onder onderbroek rond. En je ziet ook dat ze allemaal oranje stipjes op haar benen had. En die had ze 's nachts op haar been gezet. En toen vroeg ik wat het voorstelde en toen zei ze dat dat de coronagerms waren. Ben je niet bang dat mensen op een gegeven moment een beetje corona zat zijn en dat ze dan deze tentoonstelling links laten liggen? Ja, daar was ik wel bang voor in het begin. Eigenlijk toen we een paar maanden geleden dachten, nou, hier gaan we echt een tentoonstelling voor maken. Maar inmiddels is het weer zo actueel geworden. En ja, doordat je het verschil ziet met die eerste maanden, denk ik toch dat het belangrijk is om te laten zien. De tentoonstelling is tot en met 1 november te zien in Kunstcentrum Stroom aan de Hoge Wal.